Hilversum staat dit huis. Het biedt onderdak aan een 20-tal vrouwen. Vrouwen die verpleegster zijn geweest en die hier nu genieten van een welverdiende rust na een lang leven in dienst van hun medemensen. Velen van ons hebben die vrouwen al eens eerder ontmoet, al weten we dat niet meer. Dat was toen ze nog hun uniform droegen en wij aan hun zorgen waren toevertrouwd. Als hele kleine babytjes die het allemaal nog zo vreemd vonden op deze wereld. Wij werden door die vrouwen in uniform verpleegd, verzorgd en vertroeteld als door onze eigen moeders. Zo zijn de meeste mensen al vroeg met verpleegsters in aanraking geweest. Maar ook in hun latere leven hebben velen vaak de liefderijke zorgen van verpleegsters ondervonden, bij ongeval of bij ziekte. Stil en onopvallend en met oneindig veel geduld en toewijding werken deze vrouwen in de Nederlandse ziekenhuizen. De taak die zij vrijwillig op zich hebben genomen is niet gemakkelijk. Naarmate de medische wetenschap voortschrijdt, wordt ook het werk van de verpleegsters moeilijker. Bijna dagelijks ontvangen ze instructie en theorie die hun kennis vergroot. Dan is er nog de categorie van de wijkverpleegsters, die door weer en wind daarop uittrekken om zieken en hulpbehoevenden thuis bij te staan. Al deze vrouwen, buiten de ziekenhuizen en daarbinnen, wijden hun leven aan hen die genezing zoeken. Hun sociale omstandigheden zijn in de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Voor hun oude dag wordt gezorgd. Maar vroeger was dat anders, toen bestond dat niet. De oud-verpleegsters in dat tehuis in Hilversum genieten weliswaar een goede verzorging, maar er zijn nog honderden oud-verpleegsters in Nederland die in nood verkeren. Die vrouwen in de herfst van hun leven te steunen, hun nood te helpen lenigen, is een erezaak van het hele Nederlandse volk.